Een hele goede morgen. Oh, ik moet weg van hem, maar dat doen we nog niet. Jordi heeft vannacht heel erg goed geslapen. Ja, en hij heeft ook al verschillende poepbroeken gehad. Ja, een poepbroek, hè. Hij heeft er nu weer een, dus die ga ik ook zo weer verschonen. Die aroma. Dus het begint al aardig te werken voor hem. Ja, dus die ga ik zo even verschonen en dan krijgt hij zo'n flesje. Ik weet dat ik weg moet van jou, dat weet ik. Ik heb vandaag een out-of-bed look, zoals iedereen dat ziet. Ja, hè toch, hè? Hè, verschrikkelijk. Jordi ook, want Jordi zit lekker in zijn pyjamaatje nog. Ik heb ook mijn pyjama nog aan, huispak / pyjama. Ik weet dat ik weg moet van jou, ik ga zo weg. Hij vindt het niet leuk. Maar goed. Ik heb vandaag dus een dag thuis. Ik heb vandaag dus een dag thuis. En morgen viert Bianca met Manuel de verjaardag van Milo. Die is maandag pas jarig, jouw grote neef. Maar dat doen ze morgen al vieren. En dan hadden ze gevraagd aan mij of ik gebak wou maken. En ze deden iets van een taartje of zo, weet ik het. Ik zou dan appelvlaai maken en monchoutaart. En monchoutaart heb ik net gemaakt. En ik, de slimme zwangere vrouw, die was eieren vergeten. Dus die kon Bianca straks heel even afgooien, zodat ik niet weg hoef mee, Jordi. En ik heb de monchoutaart al klaar. Het is een kersenmonchoutaart geworden met een bodem van bastonjekoekjes. En die gaan nu de koelkast in. En dan heb ik dat alvast klaar. Dus dat wordt voor iedereen smullen morgen. Ik ga heel even de keuken verder weer opruimen. En heel eventjes verder nog wat dingetjes hier in huis doen. En dan als straks Bianca de eitjes heeft gebracht, dan kan ik de appelvlaai gaan maken. Ik kan in ieder geval straks al wel, als Jordi op bed ligt, appels schillen. Dus dan staan die ook alvast klaar. En dan kan ik even gaan bakkeren. Jordi heeft inmiddels zijn middagdutje alweer gedaan. Die is net wakker. Ik heb appelvlaai gemaakt voor mijn grote vriend voor morgen. Ik zal hem even laten zien. Dit is hem geworden. Echte appelvlaai. En nee, ik moet zeggen, hij is wel goed gelukt. Nu ben ik nog heel even een paar koekjes aan het maken. Want ik had nog wat deeg over. Ik denk, dan kan ik gelijk heel eventjes iets maken. Gewoon omdat het kan. En als dat klaar is, ga ik zijn soep warm maken. En dan krijgt Jordi soep. En dan kan ik hier weer verder ondertussen. Een hele goeie morgen! Gisteren heb ik niet meer zoveel gefilmd. Oh. Jordi heeft wel helemaal doorgeslapen de nacht. Maar gisteren was ik zelf zo op. Heel veel gedaan. En Niels die kwam thuis. En die is gelijk weer met de kamer van Jordi begonnen. En uiteindelijk hebben we Jordi naar bed toe gedaan. Maar ik was zo moe. Ik ben ook vroeg op bed gegaan, hoor. Ik sliep vrij vlot. Dus ja. En toen vanochtend heeft meneertje uitgeslapen. Zit je toch allemaal te kroelen zo? Hè? Kom maar kroelen. Heb je je broodje nou al op? Ik had een kaasstengeltje gehaald met boodschappen doen, want we zijn net nog naar de winkel geweest. En ik had een stukje kaasstengel in zijn mond gedaan. Dan is hij op het kouwen. Een beetje oefening, hè? Heb je nog iets in je mond zitten, hè? Toen moeten we ook fruitje nog gaan doen, hè? Hij heeft niet zoveel op, hoor. Wat dat betreft een paar kleine stukjes. Maar vandaag doen we het een keer makkelijk. Vandaag hebben we een potje fruit. Normaal maak ik het altijd zelf, maar nou had ik zoiets van,
heerlijk potje fruit. Papa! En ik weet dat hij deze lekker vindt. Het is van de kruidvat. Aardbei met yoghurt en muesli. Dus ik weet dat hij het lekker vindt. Dus, en we zijn al aan de late kant. Dus als ik dan nog alles moest maken. Dus doen we het een keertje zo. En vanmiddag na jouw slaapje, als je soepje hebt gehad, moeten we naar je grote neef. Want die is jarig maandag. En we doen het vandaag vieren. Ja. En garen. Milo is zo verkouden. Baba. Garen. Het zit ook allemaal in de lucht natuurlijk. Maar. Ah. Een happen. Maar voor de mensen die zich afvragen hoe het met Jordi gaat, het gaat eigenlijk heel goed. De botox doet zijn werk. En hij laat scheetjes en hij doet poepen. Gisteren heb ik in totaliteit 12 poepluiers gehad. En zonder gillen, zonder dat hij er moeite mee had. Met spelen en met zitten. Gewoon lekker poepen. Ja! Yeah. En vanochtend heb ik er ook al 3 gehad voordat ik überhaupt de deur uitging. Enig nadeel wat ik wel altijd vind aan potjes. Als je bijvoorbeeld een kind hebt die heel slecht tegen banaan kan. Zoals Jordi bijvoorbeeld. Want als Jordi banaan krijgt, dan raakt hij verstopt. En in vrijwel bijna alle potjes zit banaan in. Dus je moet alles heel goed nakijken, want ik weet dat als hij banaan heeft gehad, ja, dan weet ik dat hij niet goed kan poepen. Of hij nou wel of geen botox heeft gehad hoor, dat is echt zo. Dat is ook met pasta soorten, dus macaroni, spaghetti, dat soort dingen. Op de een of andere manier, hij kan daar niet zo goed tegen. Dus meestal als ik dan iets van macaroni zou maken, dan doe ik voor hem rijst. En alles van macaroni, de saus en zo, doe ik dan gewoon hetzelfde. Maar dan krijgt hij in plaats van macaroni rijst. Hij vindt dat lekker hoor, maar ja. Ik vind dat gewoon zonde eigenlijk dat hij het niet kan eten. Want ik weet dat hij het lekker vindt. Maar hè, kleinigheid zou je toch, hè. Zo. Wij zijn inmiddels weer thuis van de verjaardag van Milo, want daar waren we straks even heen geweest. En Jordi krijgt lekker een flesje. En dan gaat hij als het goed is naar bed. Die lekker slaapje doen. Hij is een beetje aan de vroege kant met de fles, maar... Ja. Maar volgens mij is hij wel moe. Ja, het was ook druk op de verjaardag, dus dan heeft hij natuurlijk ook een beetje... Ja, heel veel prikkels en alles gehad, dus... We gaan gewoon kijken hoe dat hij het heeft gedaan. Dus ja. En nou gaat Niels dadelijk nog even de boel afkitten. Op de kamer van Jordi. Nieuwe kamer. Deze kleine etter vond het nodig. Om na een uurtje toch weer wakker te worden. Hij ligt nu al even te spelen in de box. En ik ga zo zijn luiertje doen en toch nog even een flesje geven. En dan hopelijk slaapt hij zo wel in. Maar hij is nog zo lekker aan het spelen.
Niels is boven nog even bezig, dus je kon iets meer herrie maken dan. En als goed was hij bijna klaar met alles afkitten. Dus dan is de herrie ook sowieso voorbij. Of ja, herrie. Hij maakte geen herrie, daar is Jordi niet wakker van geworden hoor. Het is gewoon een beetje druk geweest voor hem. En hij heeft verwerkingstijd nodig bij. Nou, dat kan gebeuren toch. Ik heb geen last van hem gehad wat dat betreft. Dan gaan we het nogmaals een keer proberen. Ja, want ik vertelde net dat ik zijn luiertje en alles nog ging doen. Maar wat gebeurde er? Hij had echt een hele flinke poepluier. Die hebben we echt al lang niet gezien, zo vol. Ja. Ja, ik had gisteren heb ik er een paar gezien, maar... Maar zo vol? Ja. Maar niet doorgelekt, maar nou was hij ook nog doorgelekt. Maar dat komt omdat hij ook aan het spelen was, hè? Maar goed. Dit is... Take 2 dus. En nu is het duikje. Gaat goed. Oh. Zou ik daar allemaal laten zien? Oh, gelukkig. Zo, goedemiddag. Wij hebben vandaag de kamer van Jordi. Of ja, Niels heeft de kamer van Jordi geschilderd. En ik heb heel veel in huis gedaan. Jordi is gewoon geslapen. En nou gaan we uit eten met de schoonfamilie. Tenminste, mijn schoonfamilie, Niels' familie. Dus mijn schoonmoeder zit achterin. En we gaan er nou heen. Dag meneer. Wat zitten je haren mooi. Nou, wij zijn weer thuis. Ja, we hebben lekker gegeten. Ik heb niet alles kunnen filmen, want het ging af en toe zo snel. En dan was ik aan het eten en dan dacht ik bij mij, oeh, dat had ik eigenlijk willen filmen. Maar dat is niet gebeurd, helaas. Maar het was wel lekker, hè? Ja. En Jordi was onderweg in slaap gevallen. En toen moesten we zijn pyjamaatje nog aandoen en het luiertje weer schonen. Toen werd hij weer wakker. Toen werd hij weer wakker. En nou ziet hij dat de voetbal op tv is. Ja, dus hij wil voetbal kijken. Echt die jongen. Hij ligt nou zo lekker bij papa. Lekker knuffelen, hè? Ja. Oh, doe je mama's haren pakken. Dat mag wel. Doe maar voelen. Naar aaien. Naar aaien, mama. Aaien. Oeh. Ja. Ja. Aaien. Goed zo. Hé, jongen. Oh, let op. Oh, goed zo. Ja, Jordi ook haren. En dat is lief. Mama en Jordi's haren zijn bijna hetzelfde, hè. Ik zit er eigenlijk een beetje op te wachten totdat hij eraan trekt. Maar dat doet hij nog niet. Wil je ook haartjes bij jezelf voelen? Oh. Goed zo. Jij ook haartjes, hè? Ja. Wat is... Ja, wat ben je toch ook een scheetje, hè? Ah, oh, dat is lief. Je zie je, daar komt hij. Niet trekken, hè? Zakjes doen, hè? Nee, hij liet alweer los. Zakjes doen, hè? En ik ben niet moe, dat lijkt me zo. Ja, doe maar pakken. Doe maar voelen. Dat mag gewoon. Maar ai, mama. Oh, dat is lief. Hi. Hallo. Ben je lachen, mama?
Ja, doe maar voelen. Je mag gewoon voelen. Ja, dat mag jij gewoon. Oh, wil je nog meer vertellen? Dat is een keer anders, papa. Dan lig ik een keer op jouw buik. Maar ben jij ook degene die op mijn buik ligt? Ik word alleen niet getrapt. Ja, zachtjes, hè? Goed zo. En je bent jouzelf ook voelen, hè? Ja, je hebt ook haartjes. Lekker ontdekken, hè? Hi. Ja? Moet je even vertellen dan? Echt waar? Dat meen je, jongen. Wij gaan zorgen dat deze kleine vriend lekker zijn bedje ingaat. En dat hij lekker gaat slapen. Hé, hey, jongeman? Ja. Wij gaan deze ups en down afsluiten. Toch, papa? Ja. En we gaan het nu een keer met z'n drietjes doen. Ja. Ja. Dus bij deze, op naar de volgende. En tot de volgende keer. Wel trusten.